dat je kijkt naar weer een nieuwe adventkalender unboxing. Ik denk dat ik hier degene heb waar ik het meest benieuwd naar ben. Dat het nog kan. Mensen vroegen ook, ben je het niet zat? Nee. Nee, ik denk dat ik er gewoon gerust 50 kan uitpakken. Ik ben het nog steeds niet zat. Ik heb hier eentje liggen van Riviera Maison. Ik heb hier nog nooit een kalender van gezien. Ik weet ook niet of dit het eerste jaar is of dat ze dit al vaker deden. Ik weet wel dat die binnen no time was uitverkocht. Ik weet ook niet of hij nog op voorraad komt. Deze kalender kost €179 en heeft dan een waarde van 280. Ik weet het niet, maar mijn telefoon ligt te ver weg. Ik plaats hier of hier in beeld met hoeveel waarde deze dan is. Dit is hem. Hij is dus echt wel groot. Hij kwam ook binnen net. Hij komt echt net binnen. En toen dacht ik echt, hallo, dat is een flinke kalender. Ik vind dit heel erg mooi. Ik vind hem heel erg basic. En dat is dus eigenlijk precies waar ik van hou. En dan staat er op, it's the season of giving. En dan gewoon een hele mooie rode kleur met allemaal gouden sterren. En onderop Riviera Maison. Dus ja, dit is alles. Dit is hem. Ik ga even kijken hoe hij eruit ziet. Dus we gaan hem openmaken. Oh my god. Nou, dit ziet er echt heel gaaf uit. Maar hoe ga ik dit doen dan? Dit is hem. Dit is hem. Wel een beetje lelijk dat je net een beetje die tv ziet. Maar dat is nou helemaal niet anders. Dit is de mega kalender. Oh mijn god. Ik vind het er zo tof uitzien. Hij is ook helemaal 3D. Sommige helemaal naar voor en naar achter. Er gebeurt zoveel. Voordat ik dan het allereerste vakje ga openen, wil ik je vragen om alvast even een duimpje omhoog te doen voor deze video. Dit is bijna de allerlaatste, dus ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel, dus even een duimpje omhoog en dan ga ik de eerste zoeken. Ik ben zo bang dat alles naar beneden dondert. Please blijf staan. Please, please, please. Dit is nummertje 1. Het zijn echt allemaal van die kleine cadeautjes. Het is zo schattig. Oh mijn god. Daar gaan we. De allereerste zit in een papiertje. Dit is een adventkaarsje. Oh my god, I love it. Dit is zo burgerlijk. Helemaal niet burgerlijk, maar dit is zo, hier kan ik zo blij van worden. Een echte adventkaars. Maar bij Ritual zaten ze er natuurlijk ook in. Ik vind het zo leuk. Ik ga dit ook echt serieus branden. Dit is dus voor de eerste zondag van december. Dan brand je die. Tweede zondag van december brandje nummer 3 enzovoort enzovoort. Dus ik gok dat er nog wel een 3, 2 en een 1 in zit. Nummer 2, die zit hier. Dit is trouwens ook heel erg leuk om te gebruiken als inpakpapier voor cadeautjes voor onder je boom. Want ik vind het echt heel erg mooi uitzien. Nummertje 2, dit is een servet. Merry Christmas. Ja, ik gok dus iets van een servet. Hierop staat dan celebrate. Dus het is natuurlijk ook heel erg leuk om als decoratie te gebruiken op je tafel. Als je zo'n mooie kerstsetting maakt. Wel eerst even wassen, want ze meuren echt intens. Nummer 3. Oh, die zit hier. Oké, dat wordt spannend. Oh nee, waarom gaan we dit doen? De hele boel gaat naar beneden donderen dan hoor. So far, so good. Nummer 3. Wat zou het zijn? Dit is... Oh my god. Oh, dit vind ik geweldig. Het is een croissant. Een croissant kerstbal. Ja, dit is toch helemaal geweldig. Dit vind ik echt heel erg leuk. Ik ga dan wel dit ding eraf halen waar die dan aan hangt. Daar wil ik dan gewoon zo'n kerstbalhanger aan. Want anders vind ik dit in combinatie met de strik gewoon een beetje te veel. Een croissant ornament. Nou, dit vind ik echt leuk. Oh, er zit ook glitter op. Kijk nou even hoe geweldig. Dit? Nou, hier word ik gelukkig van. Hij is echt heel leuk. Oh my god. Ja, geweldig. Dan gaan we naar nummer 4. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen deze kalender hebben, want hij is natuurlijk best wel specifiek. Want volgens mij is hij niet heel bekend, of nou ja, hij is wel heel vaak aangevraagd. Dus misschien is hij wel heel bekend. Maar als hij zeg maar niet zo vaak was aangevraagd, dan wist ik überhaupt niet dat hij bestond. Vandaar ook dat ik niet weet of deze vaker is, of dat Riviera Maison vaker kalenders heeft, of dat dit de eerste keer is. Ik weet het niet. Maar hij was intens vaak aangevraagd. Dus wel dankjewel daarvoor, anders had ik deze nooit gekend.
In ieder geval, nummertje 4. Dit is All My Favorites Together. Spannend. Oh mijn god, wat cute. Ik weet niet waarvoor je het gebruikt, maar dit is zo lief. Ho-hi-e? Ho-hi-e. Oh wacht, het hartje moet ook zo. Dus dan moet... Enjoy. Er staat gewoon enjoy. Dit zijn toch gewoon van die gourmet spateltjes. Vind ik ergens een beetje onzinnig dat het erin zit. Want een gourmet komt altijd met die spateltjes. Maar ik vind ze zo schattig dat ik er niet eens boos om ben. Maar er staat dus in ieder geval enjoy. Enjoy. En niet ho-hi-e. Ho-hi-e. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, een beetje onnodig. Als ik het zo mag zeggen. Was dat 4? Ga ik zo traag. 1, 2, 3, 4. Ja. Oh, ik moet iets sneller. Nummer 5. Deze voelt heel erg zwaar. Ik had een heel leuk zout en peper setje gezien die erin zit. Meer niet. Misschien is dat deze. Ja, dat is deze. Oh my god, dit is toch geweldig. Wij zijn zo'n huis, die hebben geen zout en peper setje. Ik weet niet of dat iets is wat je vroeger had. Bijna geen van mijn vrienden heeft een zout en peper setje. Terwijl dat het zo cute is om op tafel te zetten met kerstontbijt of gewoon een zondagontbijt. Het zijn 2 cadeautjes, een beetje in het thema van deze kalender. En dan heb je dus je zout en je peper. Dit is toch geweldig? Het zijn 2 cadeautjes. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Heb jij een zout en peper setje? Echt wel een matchend ding? Of heb je ook gewoon je zout en je peper in hoe ze komen en that's it? Dat is de vraag van deze video. Nummer 6. Tot nu toe gaat het goed. Cadeaulint. Ja, Christmas ribbon. 5 meter. Leuk en niet leuk. Zo ziet hij eruit. Ik vind het leuk als zijnde van, ik zou dit zeker weten gebruiken voor het inpakken van mijn cadeautjes. Maar de witte heeft alleen maar Riviera Maison, Riviera Maison. En hierop staat Happy Winter en dan Riviera Maison. En dan Merry Christmas en dan weer de naam. En ik ga niks geven van dit merk. Dus dan vind ik het niet leuk dat het merk erop staat. Klinkt dat een beetje logisch? Dit vind ik iets wat hun gebruiken in hun eigen winkel. Maar niet jij thuis. Ik vind het mooi. Vooral die witte met gouden sterren had ik super leuk gevonden als daar gewoon op stond Merry Christmas. Dus ik vind het leuk, maar niet leuk. Nummer 7. Klinkt als glas. Oh, wat leuk. Oh, wat cute. Dit is zo leuk voor latte macchiato's. Of thee, dat kan ook. Maar ik zie het al voor me in mijn latte. Het zijn 2 lepeltjes met hartjes. En dan gewoon een lepel. Dat zijn deze. Leuk ook dat het er 2 zijn. En niet eentje in vakje nummer 7, eentje in vakje nummer 12. Het is gewoon een setje. Het lijkt trouwens wel alsof er heel veel schimmel in de doos zit. En ook op sommige pakketjes. Maar hierboven is het echt heel erg vies. Het zou vast geen schimmel zijn. Maar het ziet eruit alsof het, ja, een beetje is gaan broeien daarbinnen. Ja, nummer 8. Oh, dit is een kaarsje. Ja, dit is nummertje 3. Heel leuk dat er een ander patroontje op zit. Deze heeft namelijk sneeuwvlokken. En deze die had boompjes. Oh, en hier staat dan ook X, M. En dan is die andere vast een A en de ander een S. Oh, hoorde je dat? Dat was mijn heup. Ik moest even mijn been verleggen. Nummer 9, die is hier. Die staat echt op het punt van vallen. Wat zie ik hier nou voor secret envelopjes zitten dan? Heb ik weer shopping money gewonnen. Dit is een giftcard voor 25 euro. Ik weet niet of dit er standaard in zit. Ik heb echt oprecht geen idee. Weet ik veel. Straks is het gewoon een goede stunt van, oeh, in 10 van de zoveel kalenders zit shoptegoed. En wie weet heb jij hem. En ondertussen heeft iedereen hem. Want dat kan je wel, zeg maar, een extra oh my god gevoel geven, toch? Jij hebt de kalender waar het in zit. Het kan gewoon een hele goede stunt zijn van ze. Desalniettemin ben ik heel blij met het shoptegoed. Dat was dus in ieder geval geen vakje. We gaan nu dus naar een vakje nummer 9. Oh, ik ga veel te traag. Mijn eerste gedachte zegt lelijk. Maar ik weet niet wat het is. Oh, dit zijn denk ik servetringen. Advent Star Napkin Holder. Zo vind ik ze ook echt totaal niet lelijk. Maar het zat in een karig zakje.
Ik vind dit echt cute. Ja, dan moeten dit dus wel servetten zijn. En die rol je dan mooi op en die stop je erin. En dan heb je zo'n leuke ster. Ik vind het echt wel heel cute. Ik zou ze liever goud hebben. Maar dat kunnen ze ook niet weten. Dit zijn ze in ieder geval. Ik vind dit heel erg leuk. En niet lelijk. Maar dat was gewoon mijn eerste eeuw. Nummer 10. Prima. Nummertje 10. Het zijn dennenappels en sterretjes helemaal onder de gouden glitter. En dit gaat overal zitten. Dit is hoe het eruit ziet. Ja, ik vind het wel heel erg cute. Misschien ook in combinatie met de kaarsjes. Dat ik het op een plateau ga doen. En dan dit erbij. Dat vind ik heel erg leuk. Als ik al zie wat voor glitter hier allemaal onderop zit. Hier. Dan zie je wel hoeveel glitter eraf komt. Dus ja, ben je er klaar voor om dat in je hele huis te hebben? Dan moet je het neerleggen. En anders moet je het lekker weggeven. Nummer 11. Die is hierboven. Ja, ik vind dat hij het goed uitgehouden heeft tot nu toe. Een engeltje. Voor in je boom. Hij is echt heel cute. Heel lief. Maar deze gaat waarschijnlijk niet in mijn boom. Past er niet bij. Maar je zou hem ook, als je dit eraf haalt, kunnen neerzetten. Want dan vind ik hem wel leuk. Ik vind hem wel heel cute, namelijk als beeldje. Nummertje 12. Oh. Ja. Oké. Koekjesvormpjes in sterretjes. Ik vind het leuk, want ik heb dit nog helemaal niet. Nee, ik heb helemaal geen vormpjes eigenlijk om koekjes te bakken. Zo, koekjes. Dat kwam er heel lelijk uit. Dus ik vind het wel leuk. Maar aan de andere kant denk ik, beetje suf of zo. Maar ja, ook weer niet. Want ik word er wel een beetje gelukkig van. Dan denk ik, nou, ik heb gewoon helemaal spontaan zin om koekjes te maken met Revi. En dan zijn er dus 3 verschillende groottes van sterren. Ja, nee, ik vind het toch alsnog wel heel erg leuk. Nummer 13. Nee. Doen we niet. Niet vandaag. Oh, ik dacht dat hij naar beneden kwam. Hij bewoog niet eens, hè. Hier leek het alsof hij zo langzaam naar beneden kwam. Oh ja. Deze ruikt ook echt naar schimmel. Er komt echt een zo'n muffe zolderlucht vandaan. Ik weet niet of je het ook ziet op de achtergrond. Hierboven vooral. Het lijkt echt een beetje op schimmel. Nou, dat heb ik al gezegd. Is denk ik ook gewoon voor in je kerstboom. Maar dan kan je er een fotootje in hangen. Vind ik dus echt 10 keer niks. Ik hou hier echt niet van. Wel leuk om cadeau te geven aan opa of oma. Zo, mijn vingers die zijn hier ook vies van. Ik weet niet of het te zien is, maar er zit gewoon een hele zwarte waas overheen. En het voelt ook heel vies. Alsof deze ergens 100 jaar lang al op voorraad lagen bij Riviera Maison. En dat ze dachten, nou dit is leuk voor een kalender. Niemand koopt het, dus we proppen het daarin. Die zakjes zijn echt... Hij stinkt. Nee, ze stinken echt heel erg. Dit is het ruikt niet goed. Het is dat het niet over datum kan, maar het ruikt oprecht naar schimmel. Dit zijn ze. Het moet je ding zijn. Ik vind het gewoon niet zo leuk. Ik zou dit niet in mijn boom hangen of zo met een foto erin. Nummertje 14. Oh, dit vind ik ook wel heel schattig. Dit is een mini kerst schaaltje. Zo ziet hij eruit. Wat staat er eigenlijk? Celebrate. En dit is, ja, ik zou het gebruiken gewoon als theezakje. Dus wanneer je klaar bent met je thee, dat je die erin doet. Anders zou ik het oprecht niet weten. Want hij is echt heel erg klein. Maar hoe dan ook, wel heel erg leuk. Nummertje 15, die is hier. Dan kan deze eruit. Stinkding. Die voelt heel zwaar. Oh, het is een kaars weer, denk ik. Ja, nummertje 2. Die heeft dan een sterrenprint. Zo ziet die eruit. En dan uiteraard de A. Dan hebben we hier nummertje 16. Dit. Ja, het is voor in je kerstboom en je kan er wat in doen. Het ziet er letterlijk uit als gewoon een vaas voor in je kerstboom.
Zo ziet hij eruit. Wel heel mooi met die glitterende sterren. En dan heb je hier zo'n ding wat je dan aan je kerstboom klipt. Maar dit is dan een vaas of zo. Ja, ik vind het echt niet mooi voor in mijn boom. Maar goed, misschien zit er ook nog iets bij wat je er dan in kan doen. Niet echt mijn ding om dan bijvoorbeeld droogbloemen erin te stoppen en dan in je boom. Ik vind het een beetje gek. Maar goed, nummer 17. Dit vind ik wel een beetje lelijk. Ik ga hem ook dicht laten, want die ga ik gewoon lekker weggeven. Het is een glamorous snow ornament. Het is dus een ornament met snow. En dan glitterig. Ja, dan kan je hem aan een touwtje hangen. Misschien leuk voor in de wc of zo, voor aan de spiegel. Ik weet het nog niet zo goed, maar ik word er niet echt heel erg warm van. Nummer 18, die voelt lekker zwaar, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Een mok? Is het een mok? Dat zou echt leuk zijn. Nee, het is geen mok. Alsnog leuk. Het is een kaarshoudertje. Echt een hele mooie. Met allemaal kerstboompjes. En de manier hoe die dus is, is dat al het licht er heel erg mooi doorheen gaat komen. Dus als je hier een vaccinelichtje of een ander kaarsje in doet, dan is die echt heel erg mooi. Dan hebben we hier nummer 19. Het is weer zoiets. Ah, het voelt zo vies. Ja hoor, zijn dit dezelfde dingen? Dit is gewoon precies hetzelfde. Het voelt net zo smerig en het zijn dezelfde dingen. Het zijn namelijk weer dit soort fotolijstjes. Ook precies dezelfde print. Nou ja, wat stom. Nou ja, dan heb je er 4. Nou, enig. Die zijn het heftigst qua geur. Die zijn volgens mij echt al eeuwen oud. En dan zijn ze er op een slimme manier van afgekomen in ieder geval. Oké, ik moet even alles eruit halen, want hij gaat vallen. Dan hebben we in ieder geval nummertje 20. Oh, die valt er gelijk al uit. Dit is ook een beetje karig hoor. Dit is een Advent Heart Candle Pin. Oké, dan kan je hem dus gewoon in je kaars pinnen. Het is een hartje. En dan zit er aan de achterkant een soort van ja, oorbelsteker. En dan kan je hem dus als het ware in je kaars steken. En dan is dat leuk. Ik vind het dan jammer, want de print op de kaarsen die zijn allemaal goud. En dit is dan zilver. En dat vind ik dan automatisch al niet leuk. Dit is voor mij een nee. 21 zijn er bijna. Volgens mij heb ik hier veel te lang over gedaan. Oh, wat schattig. Kan je weer gewoon bij de Action kopen voor een eurie. Maar het is wel heel erg leuk. Dit ga ik gebruiken voor mijn cadeautjes. Want dan zitten er cadeautjes op je cadeautje. Dat is toch super leuk. Dit is decoratie. Maar ja, ik vind het wel heel leuk om daarmee in te pakken. Nummer 22. Zou dat de laatste kaars zijn? Ja, dat is de laatste kaars. Hij voelde namelijk precies zo. En dit is dan nummer 1. En hier staat dus in heel veel talen gewoon Merry Christmas. En dan natuurlijk de S. Dus dan heb je Xmas. Voor het geval je daar nog niet achter was. Ene laatste. Nummer 23. Dit is A Touch of Lavender. Bleh. Oh, hij ruikt toch wel lekker. Misschien is mijn geur veranderd. Want ik heb zoveel lavendelproducten uitgepakt deze afgelopen maand in kalenders. En telkens zei ik, eeuw, vind ik vies. En dan ging ik ruiken en dacht ik, oh, maar deze is wel lekker. Dus misschien ben ik lavendel gewoon lekker gaan vinden. Ik zou het niet uitkiezen als ik het zo blind zou ruiken, maar ik vind het wel lekker. Ik denk niet dat de bedoeling is dat ik hem openmaak. Nee, er zitten allemaal losse dingetjes in, dus dit is gewoon een geurzakje. En dan de allerlaatste, nummer 24. Ik ben benieuwd naar dit eind. Dit had zoveel malen beter gekund. Zoveel malen beter. Het is een sleutelhanger. Met daarop shine. Nee, dat vind ik echt niet leuk als einde. Ik vind hem heus wel leuk, maar niet als einde. Hier staat dus hun merkje met een sterretje. En dan hier shine Riviera Maison. Ja, dat vind ik echt stom. Sorry, maar als einde kan dit echt niet. Een sleutelhanger. Nee. Oké. Conclusie. Ik vind dit een hele leuke inhoud. En ik weet dat Riviera Maison niet goedkoop is. Maar 180 euro vind ik echt wel flink wat geld voor een adventkalender. Als je daarbij ook bedenkt dat er dus een pinnetje in zit voor in een kaars. Decoratie wat waarschijnlijk nog geen 80 cent kost. Net als deze. En dan zitten er van die koek
uitstekertjes in. Dat, het kost allemaal geen drol. Waarschijnlijk wel omdat het van Riviera Maison is. Maar dat staat hier niet op. Dat staat ook niet op de decoratie. Dat staat ook niet op de kerstster koekjes dingen. Dus ik vind de kalender prachtig. Ik vond het super leuk om uit te pakken. In elk vakje dacht ik toch weer, oh leuk, oh leuk. Maar €180... vind ik echt te veel. De adventkaarsen zijn heus wel leuk. Maar het is ook maar gewoon een laagje die er omheen is gedaan. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele kaars. Met daaromheen een laag die aan alle kanten eigenlijk al loslaat. Dat zag je vooral bij kaars nummer 4. Vooral aan het loslaten en aan de onderkant ook. Dus het is eigenlijk gewoon een heel simpel folietje hier overheen. Dus ja, ik vond het een hele leuke inhoud. Ik vind die croissant en de zout en peperset denk ik het leukst van alle. En de spaaltjes voor de gourmet, ik vind het heel schattig hoor. Maar ik heb gewoon geen reet aan. Dus ik vind het allemaal wel heel erg leuk. Maar het is het allemaal net niet. Tenminste, het is het wel. Maar €180 vind ik echt te veel. Ik vond het gewoon een hele geweldige kalender. Zeker weten. Maar het is gewoon geen €180. Ik denk dat ik dat het best kan zeggen. De inhoud was top. Maar niet €180. En ja, de waarde ligt dan waarschijnlijk wel hoger. Want dit pinnetje is van hun. En die vragen er waarschijnlijk €18 voor. Maar dit pinnetje vind ik het niet waard. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Net als 4 van die stomme dingen waar je een foto in kan doen. Die echt gewoon naar zwarte schimmel ruiken. Had ze dan alle 4 in hetzelfde vakje gedaan. En niet 2 vakjes later. Oh, we hebben er nog 2. Bijna alsof het een foutje was. Al met al ben ik wel meer wel blij met de kalender dan niet blij. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat jij vindt van deze kalender. Vind jij het geld waard? Wat vind je van de inhoud? Laat het me weten. Als je de video dan leuk vond, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Muah.